hier ligt er eentje. Dit zijn de oude, dat noemen ze de Romaanse dijpannetjes. Dat zijn pannetjes die werden gemaakt op de dij van dames. Die werden met de klei werd uitgedrukt, met twee touwtjes werd het afgesneden en dan werden ze te drogen gelegd. Maar het mooie is, van dat als je die klei moet uitsmeren, dan span je je dijspier. Dus je voelt hier heel mooi die dijspier nog in zitten. En wat nog mooier is, en die liggen bij mij in het museum een aantal, dat ja, zo'n dame maakt er op een dag 100, 150 van die dingen. Je moest wel duidelijk zeggen, want dit zijn de mijne. Dus die werden gesigneerd. Ik heb ze met katrien, ik heb ze met een sterfdatum van iemand erop, met blaadjes erop getekend. Allemaal kleine handtekeningetjes van ja, wie schrijft die blijft. 300, 400 jaar later heb ik nog steeds een kleine handtekening van die persoon die ooit dat ding maakte. We noemen het de dijpannen.